voor jullie weer een nieuwe video. En dit keer is het een opgemaakt video in een prachtige Merry Christmas bag. Want hey, kan ons het schelen. Ik film dit 's avonds. Ik hoop dat de belichting een beetje redelijk is. Ik heb mijn best erop gedaan. Ja, heel veel van jullie zeggen dan van ja, maar film het anders even overdag of zo. Maar ik heb overdag niet heel veel tijd. Dus vandaar. En in ieder geval, we gaan het gewoon doen. Een opgemaakt video in mijn prachtige Merry Christmas bag. Omdat mijn vorige echt helemaal naar de piep was. Het is niet gigantisch veel of zo. En het is misschien ook helemaal niet zo spannend. Maar ik dacht, hé, laten we het gewoon weer eens doen. Als eerste. Dit is niet van mij. Dit is van Hilke. Wow. En zoals in iedere video laat ik even wat vallen. En dit is een douchegel en shampoo. En deze komt uit Duitsland. Ruikt best oké. Het zal vast wel goed zijn geweest. Het zit op mijn neus. Eeuw. Oké, dan van mij. Natuurlijk kom ik aan met een shitload aan conditioners van Schwarzkopf. Want dat is echt gewoon Schwarzkopf. Maar dat is gewoon fantastisch. Dit keer heb ik er 5. Zien jullie dit haar? Dit heeft echt heel veel conditioner nodig. Want anders gaat het echt niet goed komen. Vandaar dat ik er ook elke keer zoveel op maak. En de witte versie is mijn lievelingsversie. Je hebt ook bruine versie. Die vind ik op zich ook wel prima. Maar ik weet niet. Ik vind deze beter. I don't know. Het helpt in ieder geval echt zodat al mijn knoopjes eruit gaan. Zal ik jullie iets meer omlaag doen? Zo. Ja, het helpt in ieder geval zodat mijn haar gewoon uitgekamd kan worden. Het maakt het wel lichtelijk vettiger, sneller. Ik was mijn haar iedere dag met conditioner, want anders krijg ik het echt niet uit de knoop. Maar bovenop doe ik bijvoorbeeld al geen conditioner, want dat... maar op de een of andere manier, het wordt toch iets vettiger dan dat ik zou willen. Maar goed, daar hebben we shampoo voor. In ieder geval, dan... Shampoo. Ook van Schwarzkopf. Dit is de 7 kruiden. En dit was echt een gigantische batch aan shampoo. 400 ml. Ik heb er ook echt wel een tijdje over gedaan. Voordat ik hem überhaupt op kon maken. Maar nou goed. Ik was mijn haar misschien 2 keer in de week met shampoo. 1 keer in de week. 2 keer in de week met shampoo. Niet veel meer. Dus het was best... Het heeft echt, ik denk wel 3-4 maanden in mijn badkamer zo gestaan. In ieder geval, hij is nu op. Fijne shampoo. Niks mis mee. Het kwam alleen altijd in mijn ogen en in mijn mond. Dat ik dacht van... Maar verder, prima. 2 Goule. Een sensitive en een anti-roos. Die heeft Hilke opgemaakt, want die is... vooral de anti-roos vindt hij fijn. De sensitive, nee. Dan een, wat is dit? Micellair water van Garnier. Dit is de gevoelige en gemengde huid. Deze was echt fantastisch. Dit is ook zo'n gigantische batch, 400 ml. Ik heb nu de roze variant. Die is volgens mij voor de gevoelige huid speciaal. Ik heb geen gevoelige huid of zo, maar ze waren toen... Ze hebben heel vaak 2 voor een euro bij de kruidvat of zo. En dan sla ik ze in. Fantastisch. Geen andere make-up remover meer gebruiken. Neem micellair water. Al pleur je dat in je oog. Dan nog heb je gewoon dat je denkt van... Oh, het is water in mijn oog. Zo goed is het. Dan. Dit is mijn nieuwe grote liefde voor mijn haar. Dit is L'Oréal Paris Elvive Extraordinary Oil. Oil in cream. Ik kreeg hier ooit een keer een sampletje van in zo'n tijdschrift. Weet je wel, dat ik dacht van... Ik kan het altijd uitproberen. Mijn haar zakt in. Ik kan het altijd uitproberen. Maar dit is echt serieus goed spul. Dit is een voedende crème voor je haar. Kan op nat haar, kan op droog haar. Kan voortveunen, natveunen, wat jij wil. Het maakt niet uit. Het is hier op nat haar voor het veunen aanbrengen of op droog haar. Dus natveunen. Ik doe het meestal als ik mijn haar heb, als ik uit de douche kom. Dan smeer ik het zo... over mijn haar. Maar het zorgt er echt voor dat ik, weet ik veel, meer krulletjes heb of zo. Ik heb normaal gesproken echt heel, van het echt hele, ja, statische haar. En dit zorgt er echt voor, ik ga hier niet meer mee zonder de deur uit. Want anders zit mijn haar echt als een of andere ragebol of zo, weet ik veel. In ieder geval. het verzwaart niet. Dat soort dingen, wat hij allemaal zegt... Klopt. Hij is een beetje aan de prijskant. Dit tubetje is 6 euro. En als je zulk haar hebt zoals mij. En ik heb best wel dik haar.
dan pak je best wel een dot iedere keer. En ja, dan gaat hij wel wat sneller. Nou was die, ik ben een koopjesjager. En als ik aanbiedingen zie, dan word ik gek. En nou was die alle L'Oréal Elvive spul was 1 plus 1. Dus heb je 2 voor 6. Toen heb ik even ingeslagen. Want het is een fantastisch spul. Dus. Dan, laatste twee dingetjes, jongens. Dan zijn we klaar. Mijn Sephora poeder in... Even kijken. Sephora Micro Smooth Baked Face Compact in Medium 25. Mijn zusje had deze meegenomen. Hi, Moon. Ja, uit Parijs. We hebben hier natuurlijk geen Sephora. En ja, ik weet dat ik hem online kan kopen. Maar online kopen. En vooral met poeder. Straks komt hij helemaal gebroken aan. Weet jij veel? In ieder geval. Dus ik baal. Want dit was zo'n goede poeder. Maar... Hij is op. Hij lijkt niet op. Maar. Kijk. Hij is echt op. Het is zo oneerlijk, jongens. Oké. En dan als laatste deze EOS. EOS. Shave cream. Vorige keer heb je er ook één kunnen zien. En nou is deze ook op magische wijze heel snel opgegaan. Ik kijk nog steeds Moni hiervan aan. Want die is hier een week geweest. En volgens mij heeft zij er iets mee gedaan. In ieder geval. Hier kun je dus mee scheren. En geweldig spul. Als ik binnenkort weer eens wat ga bestellen bij Alice & Joe, dan koop ik er nog even een paar. Daar komen ze vandaan. AliceandJoe.com. Wee! Dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik kan weer met een lege Merry Christmas bag, die ik gelijk even in de kast gooi, verder met mijn opgemaakte spulletjes. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot woensdag.